Huh? Risico? Wat is dat? Stel, je hebt zin om een verre reis te maken. Maar... Oh jee! Je vindt het risico dat het vliegtuig crasht te hoog. Huh? Een risico is het gevaar dat er iets ergs gebeurt. Dat gaat mis! Waardoor iets kapot gaat. Oh jee! Of je iets kwijtraakt. Oh jee! Maar... Mensen zijn super slecht in het inschatten van risico's. Oh ja! Als je zelf controle over een situatie hebt... Ik rij gewoon liever zelf. Dan schat je de risico's vaak te laag in. Auwie! En als je iets niet kent, juist te hoog. Wat is dat? Is vast gevaarlijk! Want schatten doe je vaak op gevoel. Je kunt risico's beter zorgvuldig bekijken en analyseren. Als de kans dat iets misgaat groot is en de gevolgen zijn erg, dan is het risico hoog. Als je veel snoep eet, heb je een grote kans om misselijk te worden. Maar de gevolgen zijn niet zo erg. Voel me alweer prima. Dat risico is dus laag. Het is heel erg om te worden opgegeten door wilde dieren. Auwie! Maar die kans is zo klein dat ook dat risico laag is. Je kunt risico's verlagen door de gevolgen minder erg te maken. Door te skaten met bescherming bijvoorbeeld. Heus geen pijn! Dan heb je een idee. Als je niet op reis gaat, is de kans op een vliegtuigcrash nul. Dan loop je ook geen risico. Yes! Hoewel, hoe laag het risico ook is, auwie, helemaal zeker weten dat iets niet gebeurt, dat kan natuurlijk nooit.